van harte welkom heten op deze nieuwjaarsbijeenkomst. Ik denk, we gaan even terugkijken naar de laatste nieuwjaarsbijeenkomst. En die was in 2020. Toen heeft Rolf Koops hier de nieuwjaars toespraak gehad. Ik weet niet of het nu een toespraak is wat ik wil, maar in ieder geval even een klein verhaal van het afgelopen jaar. En als we dan terugkijken vanaf 2020, ja, dan was dat eigenlijk wel een best een gek jaar. Het was het jaar, zeg maar, dat we corona hadden. Corona kreeg. En dat jaar kon er eigenlijk helemaal niks. En als je dan zag, zeg maar, het volgende jaar, in 2021, toen dachten we juist wel weer rust kunnen. Maar toen, ja, op het laatste moment was er toch heel veel activiteit als culturele vereniging stop. En de jaarmarkt, die kon toen nog wel doorgaan. En na de jaarmarkt dachten wij van, ja, als het dan weer kan, dan gaan we een feestje organiseren. En een feestje organiseren bij de Wijdruiders. Nou, daar waren wij van harte welkom. Het is een mooi feestje geweest, denk ik, in 2022. De compensatie van de voorgaande jaren dat er geen feestje geweest is. En in 2022 stond er ook nog een keer de feestweek. Dat was de eerste feestweek na corona. En dat zie je toch, als je dat een paar jaar niet georganiseerd hebt, dat het best wel lastig is. Iedereen even naar je telefoon, telefoonnummers moet weg, e-mailadres, hoe doen we dat ook weer, wie regelt dat wat. Eigenlijk ben je gewoon een ritueel. En dat, 2023 is dat weer beter. Eigenlijk zie je dan dat alles weer teruggekomen en weer normaal is. En dat gaat ook voor dit jaar. En dat is een beetje van de culturele vereniging wat er de rest is. En dan de siertuinvereniging, daar heb ik natuurlijk ook even vragen van hoe hebben jullie dat ervaren? En die moesten in 2020 een 40-jarig bestaan uitstellen. En dat hebben ze een jaar later georganiseerd. En daarna bent er toch wel heel veel vrijwilligers bijgekomen. Die hebben ze daar niet even onderhoud. Maar daar ben ze hartstikke blij mee met al die nieuwe vrijwilligers. Dalia Vat zet er dan ook altijd tip-top uit. En ze kunnen daardoor ook weer een mooie bloemkast organiseren. Nou, waar ze hartstikke trots op bent. Dan nog een klein stukje over plaatselijk belang. Nou, daar ben je al verschillende bijeenkomsten voor de West. Heel veel de mensen met hier West in de open deur. Waar als wij zagen van woningbehoeften. Nou ja, daar was iedereen het doel enthousiast van op de deur. En die plan werd ontwikkeld. En eigenlijk wonen ook zo wit dat als eind dit jaar, als er niet te veel de ding zit tenminste, de kavelsvoorziening gegeven kunnen worden. Nou ja, daar hoeven wij enorm op. En je ziet de voorbereiding, die bent ook in volle gang. Maar over de kast met die krediet, dan zie je al dat zeg maar, er zit mooi geen blad aan de boom, dus kun je mooi zien dat het voetbalveld in wording is. Al is dat een hele grote modderpoel op dit moment. Maar de velden van de karbal, de kunstgrasvelden, die zie je wel doen. Nou ja, een tweede is wat wel ook doorgegaan is, zeg maar, dat is praten over dorpshuis. En daar is nog ook zoiets dat het dorpshuis, zeg maar, de open deur, dat zeg maar, ons dorpshuis is. Nou, er moet nog heel veel gebeuren. En we een paar weken geleden ook nog weer een bijeenkomst had. En daar is deze tekening nu te komen, zeg maar, zoals je hier ziet. Rechts onderin. En daar wordt nog wel verder gegaan. En hopelijk kunnen wij binnenkort ook starten met, zeg maar, die dingen met dit te veranderen en te moderniseren. Maar ja, rechts zie je waar als we in 2019 als nieuw plaatsenbelang met de start bent. En dat is het opzetten van de verschillende werkgroepen. En wat als we in de laatste maand weten, overal dat daar, zeg maar, dat weer opgepakt moet worden en verder uitbereid en voor zorg en welzijn, en zich nu ook, zeg maar, weer naar je mensen aan de punt. Als wij dan kijken naar 2024, ja, dan zie je dat in midden samenwerking. Het audiogesprek van alle kijkers.
samenwerken. En eigenlijk moet je dat kijken naar alle dingen. Gemeente, dorpshuis, vrijwilligers, inwoners, zorg en welzijn, woningbouw, scholen, verenigingen in Nederland. Eigenlijk moeten we zo vroeg mogelijk samenwerken. En samenwerken, eigenlijk kon je elke presentatie daar bijna tegen. Dat maakt niet uit in een bedrijf of in een vereniging. Maar het is makkelijker gezegd dan het doen, blijkbaar. Want ja, je ziet overal vaak nog wel een aantal weer terecht te komen. Maar ik denk dat we de afgelopen jaren met vele verenigingen in contact zijn. En dat als het samenwerking met gemeente Overveen, met verenigingen onderling, steeds beter gaat. En daar mogen we best wel trots op zijn. Dan wil ik eigenlijk iedereen namens Sierhuurvereniging, Culturele Vereniging, Plaatselijk Belang, vrijwilligers, sponsoren, inwoners van Nederland, gemeente Overveen. En iedereen die je even vergeten bent natuurlijk, hartelijk bedankt voor hun samenwerking dit jaar. En dat we voor 2024 dan een schitterend jaar van maken. Thank you.